Ja, het politieke landschap is heel gefragmenteerd. Er zijn 18 zetels voor het Vlaams Belang, 12 zetels voor PvdA en dus 30 zetels die we niet kunnen gebruiken om een meerderheid te vormen. Het is dus onmogelijk om een centrum-rechtscoalitie te vormen en ook onmogelijk om een centrum-links-coalitie te vormen. In deze omstandigheden is het uiteraard heel moeilijk. Als wij met een deficit van meer dan 12 miljard beginnen, is dat uiteraard ook heel moeilijk. We willen eerst weten waar dat gat vandaan komt. En twee, we willen de budgettaire marge vinden om sociale maatregelen en klimaattransitie te financieren. Er zijn een aantal partijen die nu, vandaag, een institutionele hervorming vragen, een staatshervorming. Dat is niet mogelijk. De grondwet is niet open voor herziening, dat is een probleem van procedure. En twee, er is geen tweederde meerderheid in dit parlement, dus het is onmogelijk. En al de partijen die zeggen, we willen eerst een communautaire discussie en een staatshervorming, blokkeren de discussies. Wij willen een ommekeer. Wij denken dat het beleid van de vorige regering geen goed beleid was. En wij willen dus vandaag sociale maatregelen. Wij willen de laagste pensioenen, uitkeringen en lonen verhogen. De gezondheidszorgen, herfinanciering. Ook een ambitieus plan voor klimaattransitie kunnen herfinancieren. En dat kan een positief project voor ons land zijn. Ik geloof in België. Ik vind dat België een heel mooi land is met veel talent, veel troeven. En we moeten allemaal proberen dit land beter te doen werken, uiteraard, om een mooie toekomst aan dit land te geven. Boah, ik zal nooit de aanvallen persoonlijk nemen en zal ook nooit iemand persoonlijk aanvallen. Iedereen moet proberen zen te blijven.